In deze videoreeks worden alle soorten formulierfouten besproken. In deze video zal geen congruentie worden behandeld. Maar voordat we met mijn instructie beginnen, is het essentieel om te weten wat congruentie nu betekent. Congruentie betekent letterlijk overeenstemmend, gelijk of passend. Als iets dus niet congruent is, betekent dat dat iets niet in overeenstemming, iets niet gelijk of iets niet passend is. Goed. Met die gedachte kijken we naar de volgende drie voorbeelden. Zijn deze zinnen goed of fout? Een groot aantal mensen zijn naar de bijeenkomst gekomen. Een groot aantal. Nee, een groot aantal is naar de bijeenkomst gekomen, dus dat, die is fout. Tweede zin. Een zwerm bijen achtervolgde de jongen. Een zwerm, een zwerm is toch enkel fout. Een zwerm achtervolgt de jongen. Inderdaad, een zwerm bijen achtervolgt, de jongen. En de laatste is de, misschien wel de meest bekende fout die vaak wordt gemaakt. Volgens verhaal geeft de media een foute weergave van de gebeurtenissen. De media. De media is toch meervoud? Dus de media geven in plaats van de media geeft. Het woord media brengt altijd een meervoudsvorm met zich mee, omdat media meervoud is van medium. Nou heb je dus heel duidelijk gezien wat incongruentie is. Nou, dat wil namelijk zeggen dat het getal, enkelvoud of meervoud, van het onderwerp en de persoonsvorm niet gelijk zijn. Er is dus geen samenhang tussen het getal van onderwerp en persoonsvorm. Als het onderwerp enkelvoudig is, dan moet de persoonsvorm ook enkelvoudig zijn. En datzelfde geldt natuurlijk voor de meervoudsvorm. Je hebt uh, drie vormen waarbij incongruentie vaak optreedt. Dit is de eerste. Het onderwerp lijkt enkelvoud, maar het is meervoud. Of andersom natuurlijk. Een aantal mensen komen altijd te laat. Nou, dat hebben we net ook al gezien. Een aantal, dat is een enkelvoud. Door die mensen lijkt het op meervoud. Maar het gaat hier om een aantal is en niet een aantal zijn. Dus een aantal mensen komt altijd te laat. 30% van de mensen zijn vaker dan eenmaal per jaar ziek. 30%, procent is enkelvoud. Door, door die mensen lijkt het meervoud, maar het is hier echt enkelvoud. Dus 30% van de mensen is vaker dan eenmaal per jaar ziek. De tweede vorm. Het onderwerp en het persoonsvorm staan ver uit elkaar. Bekijk deze zin eens. Eneco verwacht dat het gebruik van gas, water en elektriciteit de komende jaren bij de meeste huishoudens alleen maar zullen toenemen. Nee, zullen toenemen. Even kijken. Het gaat hier over wat zal toenemen, het gebruik van gas, water en elektriciteit. Dus het gebruik zal toenemen en niet het gebruik zullen toenemen. Het onderwerp en de persoonsvorm staan hier heel ver uit elkaar, dus daardoor kun je die fout makkelijk maken. De laatste vorm heeft te maken met dat een meewerkend voorwerp ten onrechte voor het onderwerp wordt aangezien. In deze zin is heel lastig. Moet je even kijken. De reizigers wordt gevraagd op het station uit te stappen. De reizigers lijkt hier onderwerp in de zin, maar dat is het niet. Het is namelijk een meewekkend voorwerp, namelijk aan de reizigers wordt gevraagd op het station uit te stappen. In deze zin uh, zit geen onderwerp. Um, als je iets aan iemand vraagt, je vraagt iets aan iemand, dus niet, uh, dat is niet meervoud. Dus aan de reizigers wordt gevraagd in plaats van worden gevraagd. Dit is een moeilijke, um, maar die zul je toch moeten herkennen. Wil je incongruentie oefenen? Dan kan dat door deze QR-code te scannen of onderaan deze video te klikken op de link. Dit was geen, con geen congruentie ofwel incongruentie. Door naar de volgende video en dan zie ik jou dan weer graag terug.